Mijn naam is Robert Fout. Ik werk bij Fout Logistics, een familiebedrijf in het haven- en sloeggebied van Vlissingen-Oost. Ruim 40 jaar actief. We bieden een breed dienstenpakket aan van logistieke diensten, waaronder op- en overslag, transport en expeditie en douaneformaliteiten. Ja, wij zijn een familiebedrijf waarvan ik nu de derde generatie ben. Mijn opa is in 76 in Vlissingen-Oost begonnen. In 80 is mijn vader erbij gekomen. Nog steeds werkzaam en directeur van het bedrijf. We werken hier met 11 werknemers in een klein compact team. Ik zit midden in de bedrijfsopvolging. Sinds anderhalf jaar nu ongeveer deelgenomen en toegetreden tot het bedrijf. Van daaruit zijn de eerste stappen gezet met Schipper. Na de eerste gesprekken hebben we eigenlijk een soort tijdlijn uitgerold van welke stappen we moesten maken om het verder in gang te zetten. Wat Schipper me echt heeft gebracht is dat na het intakegesprek wat we hebben gehad, dat er op een gegeven moment in het proces van de bedrijfsopvolging een stukje stil werd gestaan bij de bedrijfsopvolger. Dus tijdens de gesprekken zijn de ondernemer en de bedrijfsopvolger van elkaar gescheiden. Waarin je dus in dat gesprek je persoonlijke punten ook op tafel kan leggen. Je twijfels die je als bedrijfsopvolger altijd hebt. Van kan ik het? Hoe vindt het personeel dat ik het doe? Ben ik toekomstbestendig voor het bedrijf? Dat soort zaken. Dat is prettig om met een niet direct betrokkenen, maar wel met een specialist te kunnen bespreken. De uitdagingen in het totale bedrijfsopvolgingsproces zitten met name dat je vooraf niet goed kan inschatten van wat het allemaal behelst. Hoeveel tijd heb je ervoor nodig? Wat voor andere zaken komen erbij kijken, bijvoorbeeld in de relationele sfeer of in de emotionele sfeer. Kijk, ik ben toevallig in april heb ik een sessie bijgewoond van bedrijfsopvolging. Daarin kwamen we met lotgenoten eigenlijk samen om te bespreken wat er allemaal komt kijken om bepaalde beslissingen en besluiten te nemen in het traject naar de bedrijfsopvolging. Mijn tip voor de toekomstige bedrijfsopvolgers is dat je goed met nadenken van wat zijn je ambities en intenties om het bedrijf voor te zetten. Wat bij mij heel erg hielp is om een vertrouwensnetwerk van bekende, familie, vrienden, maar ook zeker je partner om je heen te verzamelen. Die je kunnen steunen en raad kunnen geven op het moment dat je het nodig hebt.